Tijd voor een nieuw belangrijk onderwerp en een veel voorkomend onderwerp. PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, of in het Engels Polycystic Ovarian Syndrome. Dit is een klacht die veel gezien wordt in de praktijk. Het lijkt steeds meer te worden. 1 op de 10 vrouwen op het moment krijgt er eens in haar leven mee te maken. En dat zijn meerdere eicellen die tegelijk gaan rijpen, waarbij er een onregelmatige cyclus ontstaat. Soms zijn er geen eisprongen, soms af en toe een eisprong. Nou ja, dat heeft allerlei gevolgen, waaronder te veel aanmaak van mannelijk hormoon. En dat vertaalt zich in meer talgaanmaak, waardoor er vaak acne gezien wordt. Ook meer haargroei op de kin bijvoorbeeld, of op de plek van de snor. Of andere lichaamsbeharing die mannelijk is. En ook zelfs haaruitval op de mannelijke plaats, hè, de mannelijke kaalheid die daarbij optreedt. Nou, je hebt eigenlijk 3 kenmerken waarvan je er 2 moet hebben, wil je de diagnose PCOS krijgen. Allereerst een verhoogde hoeveelheid mannelijk hormoon. Daarnaast een cyclus die regelmatig wegblijft. En dan hebben we nog een echo als laatste uitkomst. Dan kun je soms eiblaasjes zien die niet tot eisprong gekomen zijn. Die kun je nog op de eierstok zien zitten. Als dat er meer dan 10 zijn, dan is dit symptoom ook aanwezig. Als je dus 2 van deze 3 symptomen hebt, dan krijg je de diagnose PCOS. Nou, normaal gesproken, als dat bij een reguliere arts gebeurt, dan is wat er gezegd wordt, als je van je klachten af wil komen, ga aan de anticonceptiepil. En kom maar weer terug als je zwanger wil worden, want dan hebben we andere hormonen om te gebruiken. Ja, dit is natuurlijk niet aan de oorzaak werken, dit is het onderdrukken van het probleem. En de vraag is ook of dit uiteindelijk wel zo verstandig is. Bij de zoektocht naar de oorzaak van PCOS was de allereerste tocht was naar de vrouwelijke hormonen. Goh, wat is er daar aan de hand? Er lijkt wat te veel oestrogeen aangemaakt te worden, waardoor je oestrogeendominantie ziet. En daarnaast natuurlijk de hoge hoeveelheid mannelijke hormoon. Wil je hier wat aan doen, dan is er niet echt iets beschikbaar, want het is niet de diepste oorzaak. De diepste oorzaak van PCOS is insulineresistentie. Dus het probleem ligt op een ander hormoon, maar het vertaalt zich in een probleem op de cyclus. Er komt steeds meer resistentie voor insuline voor. Dat is dus een probleem waarbij de cellen als het ware doof worden voor insuline. En insuline heeft als functie om, wanneer de bloedsuiker stijgt, dit op te slaan als glycogeen of als vet. En de cellen te openen om dat te kunnen doen. In de huidige levensstijl hebben veel mensen overgewicht. Ze bewegen te weinig, er is te veel stress. En dat kan ervoor zorgen dat je dus te veel insuline moet aanmaken om de bloedsuiker naar beneden te halen. En dat vertaalt zich uiteindelijk in PCOS. Dus meerdere eicellen die tegelijk rijpen, waarbij er geen eisprong is. Nou ja, normaal gesproken wordt de eisprong in gang gezet door het hypofysehormoon LH. Dat lukt dus niet. Dus het resultaat hiervan is een verhoogde LH. En als er geen eisprong is geweest, komt er geen progesteronfase. Maar wordt LH gebruikt om de testosteronaanmaak te stimuleren. Dat is een beetje mijn hypothese zoals dit uiteindelijk werkt. Mocht je van je resistentie afkomen, dan kan ook de cyclus weer normaal gaan functioneren. En dan is de LH niet meer verhoogd en dan zijn de klachten weg. Als je diepe oorzaak wil pakken, focus op insulineresistentie. En dat betekent afvallen in sommige gevallen. Dat betekent stress verlagen. Er zijn trouwens ook slanke vrouwen die door een grote hoeveelheid stress PCOS hebben gekregen. Meer bewegen, met name krachttraining, kan je helpen met de cellen uiteindelijk gevoeliger te maken voor insuline. En qua voeding de bloedsuiker stabiel houden. Dus van de snelle suikers af gaan blijven, de snelle koolhydraten. Dus eigenlijk de koolhydratbronnen waar geen vezels in zitten, is een manier om hier vanaf te komen. Je hoeft niet op een laag koolhydraatdieet, dat is ook wel een misverstand. Als jij onbewerkte koolhydraatbronnen neemt, zoals zeelvliesrijst, denk aan peulvruchten en andere bronnen waar gewoon vezels bij zitten, is dat niet zo'n probleem. Het gaat meer om de bronnen waar de vezels uit zijn. Sowieso kun je veel meer lezen over resistentie voor insuline. En in dit filmpje wil ik laten zien dat je inderdaad niet alleen moet focussen op die vrouwelijke hormonen en de mannelijke hormonen, maar ook op de onderliggende oorzaak, en dat is insulineresistentie bij PCOS. Wil je nog meer weten? Het staat in het boek Hormoonbalans voor Vrouwen nog veel verder uitgewerkt. Heel veel succes!